Tijd voor de Revenant knoop van Andre Revenant. Ik vind deze knoop echt heel erg gaaf omdat hij twee lagen heeft. Het is gewoon een mooie symmetrische knoop als je hem goed voor elkaar krijgt. Hij valt direct op. Je knoopt hem met de dunne zijde van je das. Dus we gaan meteen beginnen. Het is er niet eentje die zomaar loskomt. Je moet er wel heel even voor gaan zitten. De knoop zelf is, ja, moet ik lastig zeggen. Het corrigeren aan het eind, hè, het netjes krijgen, dat zorgt ervoor dat je toch best wel wat tijd kwijt bent. Zorg ervoor dat je je dunne gedeelte aan je rechterkant hebt. Je knoopt hem met het dunne gedeelte, brede kant rechts. En je mag je meteen afmeten op ongeveer navelhoogte. En dan ga je meteen beginnen. Knijp links af, ga rechts over links. Naar achteren toe. En vervolgens door het midden naar voren. Nu haal je de dunne zijde naar links. En vanaf hier haal je meteen midden door. En ga je naar rechts. Dus wat je krijgt hier is deze houding. Nou, dan krijg je deze eerste lus. Nu ga ik van rechts naar links toe. En ik ga midden door. Dan kom ik terug naar boven. En haal ik hem door deze lus heen. Ik moet zo dadelijk ook weer door deze lus terug naar boven toe. Dus zorg ervoor dat je je lus, ja, je mag hem nu al wat strakker aanzetten, maar nog niet te strak. Zo ziet hij nu uit. Wat je nu gaat krijgen is dat ik deze dunne gedeelte gewoon vastpak en naar achteren toe draai. En dan vervolgens één volledige lus maak hier. Zodat ik hier terugkom. Nu ga je hier wat ruimte creëren. Dan haal ik hem daar weer terug naar boven. Zo. Dit is de Revenant knoop. Nu komt het corrigeergedeelte, waarbij ik deze onderste gedeelte boven op het bovenste gedeelte krijg. Ik vind dit mooier. Ik geloof dat de originele video van Andre Revenant, die heeft het bovenste gedeelte over het onderste. Ik vind dit mooier. En nu ga ik corrigeren. Dus ik trek hem hier van achter wat aan. Dan kan ik hem hier aantrekken. Dus bovenste achter aantrekken, zodat deze lus wat strakker wordt. En dan kan ik hier aantrekken, zodat de onderste lus strakker wordt. Corrigeer hem. Dit gedeelte verstop je onder je kraag. Zo. Kraag omlaag. Terug in het midden. Hou de knoop vast. Hou de knoop vast. Trek hem aan. En hiermee heb je heel mooi een mooie symmetrische Revenant knoop. Laat me weten wat je van deze knoop vindt. Ik vind het echt een blijver. Maar goed, dat is mijn mening. Ik hoor van jullie. Succes met knopen. En abonneer je op mijn kanaal als je nog meer knopen wilt zien.